Hallo mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Laurent Roger en ik zit in de auto op weg naar Duitsland, het Zwarte Woud. Met mijn vriendin Marisa. De honden zijn thuis gebleven, dus we gaan gewoon met z'n tweeën. En we gaan er een leuke vakantie van maken, hoop ik. We blijven een klein weekje. Het is nu donderdag, we blijven tot dinsdag. En ik neem jullie gewoon mee. Eerst even tanken. En dan gaan we knallen. En dan zien we jullie waarschijnlijk in Duitsland. Ken jij een beetje Duits? Verstehen? Kennst du Deutsch verstehen? Ik spreek geen Duits. Ja, ik ook niet. Nee. Dat is een groot probleem, hè? Mensen, we zijn aangekomen op de camping. Dit is ons plekje. Het staat lekker in de schaduw, dat is super relaxed. We hebben hier een kraantje. En we hebben hier zo de rivier al. Super chill, dus we zitten gewoon met de tent aan de rivier. Dat is echt relaxed. Dan kunnen we gewoon lekker makkelijk de hengel uitgooien en zo. Ik moest mijn camera even opladen, want het was even leeg. Maar ondertussen hebben wij niet stilgestaan, dus... Hij staat nog niet helemaal. We zijn nog bezig. Maar eigenlijk hoeven we nog maar één haring in te slaan. En dan de binnenkant van de tent te doen. En dan... Ja, voor nu is het toch nog mooi weer en zo. We verwachten wel onweer over een paar dagen. En dan kijken we wel of we die extra... spanlijnen en zo nog in de grond slaan. Maar bijna klaar om vakantie te vieren. Goed. We staan helemaal gesetteld nu, dus ik ga jullie nu laten zien hoe het eruit ziet. Hola chico, chica. Dat wil zeggen. Riviera. Voortuin. We hebben zelfs een koelkast. Super chill. Hier staan allemaal spulletjes. Hier is ons bed, nog niet helemaal ready. Het ligt daar. En de kleren en dingen. Andere spulletjes. Super chill dus. Ik zit nu aan de rivier. Als ik hier door naar boven ga, dan zie je als het goed is onze tent. Dus we zitten echt pal aan de rivier. Ik ben nu aan het kijken. Ik zag net de eerste forel langs zwemmen. Zo ziet het uit. Dus hopelijk dat ik hier de komende dagen nog wat leuke visjes uit kan trekken. Wie weet. Wat heb je daar? Patatkes. Patatkes. Pommes. Pommes. Pommes frietjes. Ja, we hebben even snel wat frietjes opgehaald hier bij het... wat is het? Receptie. Waar je frieten krijgt. En die nemen we gewoon mee naar de tent. En daar gaan we die lekker op choppen. Want wij hebben honger. Ja man. Lekker charmant hè, dat is mijn vriendin. Smakelijk. Smakelijk. We zijn even in de tent gaan zitten, heel gezellig, want we komen aan met eten hier. Ik ga zitten op mijn stoel en ik word meteen aangevallen door wespen. Dus hier zitten we veilig. Proost. Proost. Lekker verfrissend. Een radlertje, echt wel. Dubbel verfrissend. Dubbel verfrissend. Is ook nodig, want die frieten zijn weer niet verfrissend. Zo. Nee. Ik heb net even een paar worpjes geprobeerd, gewoon alleen hier voor de tent. Mm-hmm.
Niks gevonden of niks gevangen. Ik zag wel links verderop een paar vissen springen. Ik heb ze daar proberen naartoe te werpen, mijn aasjes, maar niks eraan. Ik ga nu ook niet verder lopen in de rivier en zo, want Marissa zit hier ook gewoon nog. En we gaan zo meteen nog even wat wandelen. Maar het was gewoon eventjes kijken, uitproberen. Het water is goed, fris. En er zit vis, dat heb ik wel al gezien. Dus hopelijk dat ik morgen of één deze dagen in ieder geval nog wel wat visjes ga vangen. In spring the entire Wachau bursts into flower. Ja, we zitten nu eventjes een doekje te kijken over het Zwarte Woud waar we nu ook zijn. En we hebben net even een klein wandelingetje gemaakt, maar niet zo lang. En daarna gaan we gewoon pitten. Dus dan zien we ons morgen weer. Het is dag 2. We hebben lekker geslapen. Ik heb in ieder geval lekker geslapen. Heb jij lekker geslapen? Ja. Lekker geslapen. En we gaan vandaag waarschijnlijk naar een berenbos. En even naar het stadje Nagold. En hopelijk zwemmen. Vandaag wordt de warmste dag, dus ik wil niet zeg maar de hele dag alleen maar zijn aan het lopen en zo. Ik wil ook gewoon kunnen afkoelen. De rest van de dagen worden wat minder weer, dan vind ik het wat chiller om dat soort dingen te doen. Dus dan weten jullie de planning voor vandaag. Goed, we zijn nu op weg naar het wolven- en berenopvangcentrum van het Zwarte Woud. En check dit. De omgeving is wel echt super mooi. Ik ben benieuwd hoe het dadelijk is bij de beren en de wolfjes. Ga lekker beren knuffelen. Ja, knuffelbeertjes. Goed, we zijn nu bij het berenbos. En ik ben deadcat vergeten voor mijn microfoon. Dus als je de last hebt van de wind, sorry daarvoor. Maar we zijn nu dus gewoon in Duitsland, hè? Ons burenlandje. Het is 4 uur rijden volgens mij naar het Zwarte Woud vanaf mijn huis in Maastricht. En ik wist het gewoon niet, hè? Maar ze hebben hier dus ook gewoon linksen in het wild. Check. Hier zitten ze natuurlijk achter in een kooitje. Ik zie ze nog niet, maar ze zullen hier ergens moeten zitten. Maar als het goed is, lopen ze hier dus ook in het wild rond. En dat vind ik best vet, dat wist ik niet. Dat heb ik van Marissa geleerd. Want ik lag daar eerst nog uit toen ze me vertelde dat hier links liepen. Omdat ik dacht dat die altijd in sneeuwgebieden en zo liepen, zeg maar. Met een dikke vacht. En ja, ik weet niet, je ziet ook altijd van die plaatjes van die beesten in de sneeuw en zo. Maar blijkbaar zitten ze hier ook. Super vet. Zie je hier iets? Daar zit een beer. Waar? Daar zit een beer. Waar? Daar in die boom. Oh, wacht, daar, ja. Wacht, die gek hier. Een afstandje. Ik weet niet of jullie het zagen, volgens mij wel. We komen er zo meteen nog langs. Er loopt er nog één daarachter. Ja, ik zal ze dadelijk filmen als we wat dichterbij zijn. Hij gaat daar gewoon even zitten. Hallo. Ja, die beer die zit daar gewoon een beetje van het uitzicht. Net als wij zijn aan het doen. Super vet. Wel echt heel vet toch.
was wel even een mooi shot van die beren. Lekker badderend in het water. Ik denk dat ze best een prima leventje hier hebben, eerlijk gezegd hoor. Er zijn er een paar, zitten allemaal samen in één grote kooi. Het is echt een best grote kooi. En ze hebben gewoon een riviertje er doorheen lopen, waar ze in kunnen afkoelen. Wat vet. Mag je een berenpootafdruk achterlaten hier in het zand? Dikke Bigfoot. Nou, zo ziet dat dus uit. Het ziet er niet dit door. Dit is van een hond. Een wolf. Een hond. Okay. Zit er een hunt op. Het is wel een grote hondenpoot. Ja, zo groot. Op, ja. Zo groot is die. Een wolf op. Kijk hoe groot die zijn. What the fuck. Dit is van een schaap of zo. Wildshow. Wat is dat? Een zwijn. En dit? Een wild zwijn. Wat is dit? Een geit of zo? Een hecht. Nee, een hecht. Nou, dat was hem denk ik, hè? Ja, het was op zich toch best vet. Leuk wandelingetje gehad hier. Een paar mooie beren gezien. Geen wolven gezien, helaas. Maar dat had ik stiekem wel een beetje verwacht. Die zijn wat schuwer en sluwer. Kijk deze beren hier. Hele park. Nee, grapje. Kijk, salamander. Er zitten er meerdere. Er zitten er een hele hoop. Er zitten echt een hele hoop van die salamandertjes. Zo, en toen liepen we het berenpark weer uit. Geen poezen en geen wolven gezien, wel beren gezien. En koeien. En koeien nu. En een heel mooi beekje. Even loeren van vis. Het is warm in de auto. Even de airco aanzetten hoor. Is dit een dikke bak of is dit een dikke bak? Goed, we zijn nu in het stadje Nagold. Nagold, ik weet niet hoe je het wil noemen. Ziet er wel leuk uit, we zijn nu bij het parkje hier. Maar we zijn eigenlijk op zoek naar een kasteel, dus... Die zit hier ergens boven, maar hoe we daar moeten komen. Ja, die zal ergens daar bovenop zitten. Dus we moeten even uitzoeken hoe we daar komen. En dan zien jullie ons daar bij het kasteel weer. Zijn we dat uiteindelijk? Ja, ik neem je nu mee naar binnen. Ja, zijn we toch? We zijn dat toch? Even een rondje maken. Lekker hè? Ja, wel een vet torentje op zich. De raam is er nog in. Schietgaten waarschijnlijk ofzo. Thank you.
echt super ver uit hier hoor. Volgens mij kunnen we er ook op klimmen. Sorry voor de wind jongens, nog steeds. Ik hoop dat het niet te heftig is, maar ik ben er bang voor. Dit is wel nice hoor. Holy. Kijk even dat achtergrond hier zo. Wat een uitzicht. Check deze kerk. We gaan weer eens eventjes het trappetje op, de hoogste toren opklimmen. Kijken wat het uitzicht dan is. Het zal wel goed zijn. We zijn natuurlijk ook erg hoog. En ik ben gewoon dus zo stom dat ik dat ding ben vergeten. Die dead cat, die dode kat. Ik hoop dat het meevalt, anders dan zal ik gewoon een muziekje op de achtergrond zetten ofzo. Kijk. Tata. De deur is dicht, dacht ik ook wel. Maar het ziet er echt super vet uit hier zo. En op, Goed, de kasteel hebben we nu ook weer gezien. En nu onze terugweg weer terug navigeren richting de auto. We gaan nu via een andere route, dus hopelijk verdwalen we niet. Goed, we zijn weer terug op de camping. We hebben dus de auto teruggevonden. Trouwens veel sneller, we zijn op de heenweg gewoon vet omgelopen. Ik heb hier voordat we weggingen wat voer in het water gegooid voor de tent. Net teruggekomen, ik ga een kijkje nemen en ik zie meteen het dikke knoeper langs zwemmen. Volgens mij heeft Marissa hem net op camera gestaan, dus dan zal ik hem nu wel even laten zien. Ja, ik zie hem. Hij zwemt daar. Hopelijk ga ik hem binnenkort in de haak slaan. Ik ga nu eerst even... Wow. Je hebt mij toch al aan de haak geslagen? Ja. Ik wilde meer aan de haak slaan. Aan een andere haak. Zometeen gaan we even wat eten maken. We gaan, wat gaan we ook eten? Speklapjes en boontjes en een of andere rare pasta waarvan we niet weten wat het is. Maar dat krijgen jullie zo waarschijnlijk te zien. Oh, goed eten, schat. Ziet dat er niet even lekker uit? Speklapjes. Gevangen in het zwarte woud. Ja. Gevangen in het zwarte woud, zegt ze. Zij heeft het gevangen, hè? Ik niet. Ik zou dat nooit doen. Arm zwijntje. Lekker, babe. Nou, we zijn in de tent gaan zitten puur alleen omdat we weer vol worden geattacked door wespen hier. Dat is echt niet normaal. Volgens mij zit er echt een nest hier tegenover onze tent. Want ik ga vaak kamperen, maar ik eet nooit binnen in een tent. Dus dat is echt iets nieuws. Jouw pinpas ligt daar op de grond voordat je hem kwijt bent. Dank je.
Het is nu een donker, laat in de avond. En ik heb geen vis meer te pakken kunnen hebben, maar dat komt een andere keer wel. Ik heb genoeg tijd nog. Ze komen wel achter mijn aasjes aan, maar ze pakken hem nog niet. Oh, die dan. Allemaal muggen en beesten komen die opeens allemaal op me zitten. Dus ik zet hem even weg. Ja, wij chillen nu nog eventjes en dan gaan we pitten. Dus tot morgen.